In deze maandelijkse serie beleggen we dus iedere maand 250 euro in losse aandelen. Dat gaan we trouwens dus ook weer deze video doen. En dat doen we juist om te gaan vergelijken met een, ja, een ETF, in dit geval VWRL of VWCE. Kijken wat op lange termijn het meeste rendement oplevert. Nou, tot op dit moment gaat het nog niet zo heel goed met de aandelen die ik zelf heb gekozen. Dus laten we maar meteen even beginnen door te gaan kijken naar mijn portfolio. En dit is dan het portfolio dat ik heb via de Giro. Wil je nou ook beginnen met beleggen en bijna op zoek naar een broker? Onder deze video zal ik links plaatsen naar bijvoorbeeld Buxiro of de Giro om een account te openen. Maar kijken we dus naar het portfolio op dit moment. Dan zien we dat er op dit moment zo'n 3800 euro waard is. Er staat 300 euro klaar. Uh, 250 euro voor straks heb ik al gestort. Er stond dus nog ongeveer 53 euro in. Maar in totaal staan we nu bijna 200 euro in de min. Dat was eerst weer meer. Um, maar eigenlijk als we naar de posities los gaan kijken, zien we behoorlijk wat posities in de min staan. Vaak zo 10, 20 tot soms al 30 procent in de min bij de losse aandelen. En zelfs bijna 50% in de min bij de ETF's. Dit is uh, Vector Digital van, van Ekken ETF. Richting cryptocurrencies. Die heeft totaal niet gedaan wat ik had gehoopt of gedacht. Dat zien we eigenlijk ook gebeuren bij Coinbase. Um, ik had het wel goed dat ze met goede omzetcijfers zouden komen. Alleen ja, de Outlook of de beleggers waren er helemaal niet tevreden mee. En crypto zit, denk ik, nu ook een beetje. Ja, het is lange na niet zo populair als dat het vorig jaar was. Dus. Daar gaat het, op heel veel punten gaat het daar mis. Ook de aankoop van vorige maand, Alibaba, staat zo'n 19% in de min. Gelukkig zijn er ook wel aandelen die het goed doen. Zoals HP bijvoorbeeld, bijna 50% in de plus. Zeker nog een extra boost gekregen nadat uh, vorige maand bekend werd dat Warren Buffett in is gestapt. Met die, ik geloof ongeveer 11% van alle aandelen die hij gekocht heeft. Microsoft doet het nog steeds heel goed. En ook Polaris had een klein plusje. Wat het wel do goed doet bij de ETF's, is de ETF van semiconductors. Maar dit is er eentje die ik ook al vrij in het begin heb gekocht. Ook de semiconductors zelf hebben het wat moeilijker op dit moment. Maar gelukkig uh, altijd daar in ieder geval nog wel een plusje. Maar aan het einde van deze video gaan we dit portfolio ook vergelijken dus met VWCE om te zien van hadden we beter losse aandelen kunnen kopen of hadden we liever achteraf gezien in ieder geval in een breed gespreide ETF kunnen investeren. Maar laten we eerst de aankoop van deze maand gaan doen zoals gezegd ook deze maand weer 250 euro in een nieuw aandeel. Een aandeel dat ik op verschillende manieren ben tegengekomen en wat volgens analisten een upside heeft van 45%. Dus laten we dat aandeel gaan bekijken en beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een PassiefInkomen.nl. Op dit kanaal werk qua een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En zoals gezegd, deze maand gaan we opnieuw dus 250 euro investeren. Een aandeel dat ik op verschillende manieren ben tegengekomen. Ten eerste had bijvoorbeeld, uh, het is een aandeel dat ik al langere tijd trouwens op mijn watchlist heb staan om in de gaten te houden. IEX had er laatst nog een artikel over geschreven. We zien het ook voorbij komen op de website van Magic Formula Investing. En tenslotte ook op twee pagina's, op twee onderdelen van mijn eigen website beleggertools.nl, daar zien we ook het aandeel naar voren komen. Ten eerste in de checklist en ten tweede ook bij Buy the Dip aandelen. En zoals je misschien al hebt kunnen zien gaat het over het aandeel Applied Materials met tickersymbool AMAT. Applied Materials is een Amerikaans bedrijf dat is opgericht in 1967. Het is toeleverancier van machines, service en software voor bedrijven die semiconductors maken, maar ook bedrijven die bijvoorbeeld beeldschermen maken of zonnepanelen maken. Ja, die maken allemaal gebruik vaak wel van uh, onderdelen, producten, diensten of software, dus van Applied Materials. Dit zorgt er aan de ene kant voor dat je mee kunt gaan met ja, de grote interesse die er nu is. Richting semiconductors. Maar aangezien ze ook andere platformen hebben, andere onderdelen van omzet, is het dus eigenlijk ook meteen een soort van spreiding die je toepast binnen dit ene bedrijf. En laten we dan beginnen met de kwartaalcijfers, de laatste kwartaalcijfers die bekend zijn geworden, en die zijn van 16 februari van dit jaar. Um, kijken we naar de eerste sheet. Dan zien we eigenlijk een overzicht van Applied Materials. Je ziet dat ze op drie punten uh, de omzet verdelen. De rapportage maken. Semiconductors is een gedeelte. Applied Global Services is een gedeelte. En Display en Adjacent Markers is het derde onderdeel. Nou, ze hebben een ander. Uh, Boekjaar, dan dat het een kalenderjaar is, altijd even rekening mee houden. Kijken naar de omzet, die is in de laatste 12 maanden zo'n 24,2 miljard. Ze investeren behoorlijk wat in RD. Ze hebben bijna ja, 28.500 medewerkers, dus een behoorlijk bedrijf wereldwijd. En ook bijna 16.000 patenten die ze bezitten. Kijken we naar een samenvatting die het bedrijf zelf geeft over het eerste kwartaal. Dan zie je dat de omzet en de winst per aandeel aan de bovenkant van hun eigen verwachting zat. Dus dat is altijd positief en dat is ook een kenmerk van dit bedrijf. Vaker geven zij een bepaalde uh, verwachting, een toekomstbeeld zeg maar. Wat ze hebben voor het komende kwartaal of het komende boekjaar misschien wel. En vaak zul je zien dat zij bovenaan van die voorspelling eigenlijk presteren. We zien ook heel belangrijk een record van aantal orders... De backlog die ze hebben en de omzet. Dus de omzet heeft een record. Het aantal bestellingen heeft een record. Maar dat is eigenlijk vooral richting ja, teruggekeken. Wat vooral interessant is, is de backlog. Oftewel het aantal bestellingen dat er nog staat voor de komende kwartalen, komende jaren. Ook heel belangrijk dat dat een record heeft. Want dat zorgt dus eigenlijk ook voor dat je als aandeelhouder kunt zien dat het. Tot nu toe heel goed is gegaan, maar dat er ook nog genoeg bestellingen staan die ze de komende tijd, komende jaren aan kunnen gaan werken. Dus dat zorgt er ook voor dat ze natuurlijk omzet hebben en dus ook winst hebben, waarschijnlijk in de komende periodes. En voor de lange termijn zien we hier rechts dat ze ja ze zeggen ook wordt nu volop geïnvesteerd in semiconductors niet alleen door dit bedrijf, door eigenlijk de hele sector, maar het komt natuurlijk ook juist omdat er overal voor ja, chips in worden gebruikt. Dus de vraag die zal er zeker blijven, die zal eerder groter worden dan misschien wel kleiner worden. Dus dat maakt het heel interessant. Onderaan wordt denk ik ook heel goed samengevat dat uh, ja, er, het, het is gewoon, het gaat gewoon heel goed. Het is een heel sterke markt op dit moment. Er is een groeiende vraag en heel belangrijk, waar ze nog steeds last van hebben, is dat ze nog steeds de ja, de toevoer van, van, van grondstoffen bijvoorbeeld. Dat is nog steeds een belangrijke factor. Dus eigenlijk hadden ze misschien wel meer kunnen produceren, meer kunnen uitleveren. Maar ze zijn nog steeds heel erg afhankelijk van de producten, de grondstoffen die ze zelf ontvangen. En dat zal waarschijnlijk ook nog wel een tijdje zo blijven. Kijken we dan naar wat financiële cijfers, bijvoorbeeld de omzet, nou, dan zien we dat die uh, het laatste kwartaal op bijna 6,3 miljard uitkwam. Vorig jaar was dat nog 5,1, 5,2 miljard, oftewel. 20% verbetering ten opzichte van vorig jaar, maar ook 2% verbetering ten opzichte van het vorige kwartaal. We zien verder ook dat bijvoorbeeld de marge, de bruto marge, verbetert van bijna 46% naar bijna 47,5%. Ook natuurlijk heel belangrijk als je omzet stijgt dat je ook nog eens je marge kunt verbeteren. Hetzelfde zien we eigenlijk op heel veel andere punten ook gebeuren. De operating inkomen, het inkomen dat ze hebben, de winst per aandeel stijgt met bijna 36%. De Operating Cash Flow verdubbelt bijna. En datzelfde zien we ook bij de free cash flow gebeuren van 1,3 miljard vorig jaar naar meer dan 2,5 miljard in het vorige kwartaal. Kijken we dan even naar de onderdelen die we straks zagen in het begin. De semiconductor systems. Nou, je ziet in ieder geval dat op dat, dat onderdeel de omzet uh, in de blauwe balkje, zeg maar, telkens stijgt, en in ieder geval een stijging in de lijnen zit. Het stijgt niet ieder kwartaal, maar er zit wel een stijgende lijn in. En wat we ook wel zien, is dat er op zich een stijgende lijn in de marge zit. Al is die het laatste kwartaal net iets minder. Zou kunnen komen doordat er meer geïnvesteerd wordt, doordat grondstoffen duurder zijn. Maar in ieder geval het ziet het er wel redelijk stabiel uit. Dat is positief. Kijken we bij de volgende onderdeel, dan zien we wat betreft marges ook een stijgende lijn. Langzaam stijgend, maar ook redelijk stabiel verder. Met een, uh, ja, een toelopende of een oplopende omzet ook op dit onderdeel. En dat zien we eigenlijk niet bij het laatste onderdeel. Met de display, de beeldschermen bijvoorbeeld. Daar zien we eigenlijk een omzet die... Ja, misschien een beetje gelijk blijft, misschien een beetje afneemt. Het is een beetje afhankelijk per kwartaal, zien we hier wel. Maar wat we daar dan wel willen zien en wat wel positief is, dat daar de marges verbeteren. En ook niet met 1 of 2 procent, maar uiteindelijk zo met 3 procent. En het was zelfs 5 procent. Dus op zich op dat onderdeel is de omzet misschien niet wat we hadden willen zien, een grote stijging. Maar zijn in ieder geval de marges wel goed? Op deze sheet zien we dan wat het bedrijf doet met het geld dat ze hebben. Nou, ten eerste, hoeveel geld hadden ze of hebben ze nou, vorig jaar 6,2 miljard. Dat is nu wel afgenomen naar 5,2 miljard. Maar dat is niet per se verkeerd. Je moet vooral kijken wat is er gebeurd, waardoor ontstaat het verschil. Het is eigenlijk niet zozeer op de schulden die ze hebben, die nemen hier nog een beetje toe, maar uiteindelijk valt het wel mee. Wat je uiteindelijk zult zien is wel... het totaal geld dat ze hebben, dat neemt dus wel af... van 8,2 miljard naar nu zo'n 7,7. Maar de schuld die ze hebben, die blijft eigenlijk een beetje op 5,4 miljard. Daar verandert niet heel veel aan, dus... Wat gebeurt er dan wel met het geld? Dat zijn eigenlijk twee punten die we hier onderaan zien. Vanaf het tweede kwartaal van vorig jaar zijn ze begonnen met het opkopen, het aankopen van eigen aandelen. Met zo'n 750 miljoen per kwartaal. En naderhand is dit 1,5 miljard geweest. Nog een keer 1,5 miljard. En afgelopen kwartaal dus 1,8 miljard. En dat is vaak aan de ene kant een soort van um, ja, blijk van waardering richting je aandeelhouders. Want de winst wordt nu over minder aandelen verdeeld. Dus de winst per aandeel neemt toe. Um, dat is heel interessant als aandeelhouder zijnde, maar indirect geeft het vaak ook aan als bedrijf zijnde van wij denken dat onze aandelen nu relatief goedkoop waarschijnlijk geprijsd zijn, dat het interessanter is om onze eigen aandelen op te kopen dan om bijvoorbeeld... Um, of investeringen te doen... of bijvoorbeeld om schuld af te lossen... want dat doen ze juist niet. Maar ze doen nog een tweede onderdeel... en dat is ook interessant voor aandeelhouders... en dat zien we onderaan. Dat doen ze al langer. Dat is dividend uitbetalen... en dat is ongeveer zo'n 200 tot 215 miljoen dollar per kwartaal. Dus het is misschien niet heel veel... maar het is in ieder geval wel weer een extraatje... dat jij ontvangt als aandeelhouder zijnde. Maar gaan we dan het aandeel verder bekijken... en dat doen we via beleggertools.nl... de website die ik heb gemaakt... die jou moet helpen met verschillende tools... om een aandeel beter te maken... Te analyseren, misschien ook wel te ontdekken, maar zeker ook te waarderen. Meer informatie over beleggen tools vind je trouwens ook onder deze video. Maar zoals gezegd, de checklist was een van de dingen die mij opviel. Daar kwam het aandeel ook naar voren en dat was dat die eigenlijk op alle twaalfde punten van de checklist uh, ja, groen scoorde. Dat zien we hier ook: een PE ratio van 16, een price-to-free cashflow van 17, een dividend. Ten opzichte van de free cashflow die ze hebben, van zo'n 17,5%. Oftewel, ze kunnen eigenlijk makkelijk dit dividend blijven uitbetalen. Want het is nog niet eens 20% van de free cashflow die ze het ieder jaar hebben. De wijziging in aandelen van 15%, dat zagen we eerder ook al. Ze zijn eigenlijk vorig jaar begonnen. Met het opkopen van eigen aandelen. Dus dat is positief als aandeelhouder zijnde. De omzet groeit de laatste vijf jaar, inmiddels met zo'n ja, 55%, 57%. De winst groeit nog iets harder, ook dat is positief. Geeft eigenlijk schaalvoordelen aan. Als de omzet toeneemt, ja, gaat de winstnemendheid eigenlijk erop vooruit. Dus dat is positief. Free cashflow zo'n 46%. Netto winst zouden we 10% willen zien, die is 27%, is dus ook heel goed. En ook de schulden, daar ziet het er goed uit. Een schuldenratio van 0,5. Een schuld. Ten opzichte van de free cashflow van anderhalf. Oftewel, als ze zouden willen, zouden ze anderhalf jaar lang de free cashflow kunnen gebruiken. En dan is de hele schuld afgelost. Ze kunnen makkelijk aan de uh, renteverplichtingen voldoen. En ook de return on invested capital ligt met bijna 40%. Ver boven de 10% die wij willen zien. Zoals gezegd, ze hebben ook een dividend dat ze uitbetalen is ongeveer zo'n ja, 96 dollar cent per aandeel. Komt neer op zo'n 0,84%. En de laatste vijf jaar zien we dat de dividend met zo'n 18% per jaar toeneemt. Kijken we ook even naar de grafieken. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als de cijfers van het bedrijf... alleen dan van de laatste zoveel kwartalen. Het is vaak wat ja, inzichtelijker, duidelijker te zien vind ik. Zeker in deze video. Nou, de koers zie je wel. Die heeft eigenlijk vanaf eind 2020 een behoorlijke sprong gemaakt. De jaren daarvoor viel het wel mee. Hier hebben we corona. Toen maakte het in één keer een sprong van zo'n 60%. Nou, uiteindelijk 160 dollar en nu zitten ze dus iets lager en zit je rond de 115 dollar. Kijken we naar het PE-ratio, hoe dat in het verleden was. nou Op dit moment zo rond de 17, rond de 16 zagen we net. Af en toe is het wat hoger richting de 23, af en toe is het wat lager richting de 12. Dus dit zijn wel ratio's waar we eigenlijk straks misschien mee kunnen rekenen. Het is niet een bedrijf wat altijd heel hoog gewaardeerd wordt, behalve deze ene uitschieter, maar die vergeten dan even. Dus we moeten straks ook niet met te hoge of met te lage PI-ratio's gaan uh, rekenen voor onze waardering. Kijken we naar de omzet en ook trouwens de, de winsten die ze maken. Nou, dan zien we eigenlijk wel dat er een beetje af en toe een schommeling in zit, maar over het algemeen. Wel een goede verhouding en zeker de laatste kwartalen gaat het heel erg goed. Hier zien we het onderdeel van de netto-inkomsten helemaal uitgespecificeerd naar 1,8 miljard het laatste kwartaal. Dat is eigenlijk al drie kwartalen dat het heel goed gaat. De marges waar we het eerder al over hebben gehad. We zien hier de marge uiteindelijk uitkomen op zo'n 47% afgelopen kwartaal. Soms is het iets meer. Een tijdje geleden was het iets minder. En we zagen ook dat ze voor het komende kwartaal wel uitgaan van die 47%. Dus ze denken wel dit vast te kunnen houden. Voor in ieder geval het komende kwartaal. En we zien dan ook uiteindelijk een winstmarge van 28%. Het afgelopen kwartaal, dus dat is heel erg goed. En we zagen straks nog 21% geloof ik. Maar dat is dan op jaarbasis. Een tijdje geleden lag je iets lager, dus ook daar lijkt wel verbetering in te zitten. Kijken we verder, dan zien we bijvoorbeeld de cashflow. Nou, de free cashflow was het afgelopen kwartaal wel heel erg goed. We zien ook dat de capital expenditures niet zo heel groot zijn in vergelijking met hun cashflow. Dus ze investeren wel in het bedrijf, maar ze hebben niet heel veel geld nodig om het bedrijf uh, ja, draaiende te houden. Zorgt er ook voor dat ze dus heel veel geld in principe over hebben wat ze onder andere dus kunnen gebruiken om dividend uit te betalen of om aandelen te terug te kopen, dus dat zoals gezegd heel positief als aandeelhouder zijnde. Kijkend tot naar de cashpositie, dan is die wel wat afgenomen de laatste tijd, maar nog altijd positief. Dus ze hebben wel schuld en dat is ook zeker niet slecht, want het valt eigenlijk wel mee, hadden we straks al in de checklist gezien. Maar in ieder geval, het ziet er ook op dit deel, op dit onderdeel in ieder geval positief uit, vind ik. Maar laten we ook even gaan kijken naar wat analisten ervan denken. Ten eerste bij TipRanks, daar zien we 15 analisten, waarvan 11 met een koopadvies. En een gemiddeld koersdoel van 170 dollar, oftewel een upside van 45 procent. En het laagste koersdoel ligt nog altijd 20 dollar boven de huidige koers. Kijken we naar Seeking Alpha, daar zien we 32 analisten, waarvan 22 met een koopadvies. Het gemiddelde koersdoel komt daaruit op 165 dollar. Oftewel een upside van 41%. Maar wat is mijn waardering voor het aandeel? En dan kijken we vooral ook op de lange termijn. Nou, ook dat kunnen we dus doen via belegger tools onder het tabblad waardering. En dan ben ik uitgegaan van de volgende cijfers zoals je hier kunt zien. Een omzetgroei van in de bear case 10% per jaar... 15% of 20% in de bootcase. En dit is dan voor de komende 5 jaar. Dit is op basis van ook van wat analisten verwachten de komende 5 jaar. Hun uh, netto winstmarge ben ik wat lager gaan zitten dan wat ze nu hebben. Dus mogelijk dat daar misschien nog wel iets in te verbeteren is, maar in ieder geval wat conservatiever. 16, 19 en 22%. Free cashflow uh, komt uit op 18, 19, 20. Geplaatste aandelen, we zagen dat ze nu wat flink het opkopen zijn. Maar kijken we naar de percentages van de laatste 5 of 10 jaar valt het op zich al mee. Dus ik heb gezegd, um, en dat doe ik dan hier verkeerd, dat moet 0 zijn, een half en min 1 in dit geval. Kijken we dan naar de dividendgroei, dan zien we dat die wel toeneemt, maar dit zal natuurlijk denk ik niet met dit percentage blijven groeien, zeker naarmate de bedragen steeds groter worden, dus dat percentage zal afnemen, ook hier wat conservatiever, 5, 7 of 9 procent per jaar. Dan komen we aan bij de P.E. Multiple, die is op dit moment 16. Kijken we een beetje naar het verleden, dan is het vaak zo dat ze net iets hoger hebben gezeten. En vandaar dat ik uitga van 15, 17 en 19 met een gewenst rendement van 10% per jaar, omdat het toch wel een gevestigde naam is met wat meer spreiding. En ik denk ook dat ze ja, gewoon heel eerlijk zijn over hun eigen cijfers. En eigenlijk op alle punten ziet het er ook goed uit. Dus ik ga in dit geval niet voor het gewenste rendement van 12%. Juist omdat ze op zo heel veel onderdelen best wel goed scoren. Vervolgens nog de groei na de analyseperiode van 5 jaar. Die heb ik ingesteld op 3 jaar zoals ik altijd doe. Klikken we dan op analyseren en scrollen we naar beneden. Dan zien we de volgende bedragen staan. En dan is het ongeveer de base case. Is het een beetje zo het enige getal? Op basis van de multiple is het misschien nog net niet de koers waarop we zouden willen kopen. Op basis van de discounted cashflow voldoet hij daar wel aan. En dat maakt het voor mij dus ook interessant. Dus op alle heel veel andere punten zagen we het al naar voren komen. Analisten vonden het positief. De checklist gaf het aan. Heel veel andere dingen gaven het aan. Maar op onze basis van onze eigen waardering of mijn eigen waardering. En ik denk dat we misschien hier nog wel een beetje conservatief zijn geweest. Ziet het er ook goed uit. En dat is dus de reden dat ik het juist toe wil gaan voegen aan mijn portfolio. Dus gaan we terug naar mijn portfolio bij de Giro en zoeken hier bovenop, tickersymbool uh, AMAT, dan zien we Applied Materials staan. De beurs is nog niet geopend, het aandeel is nu zo'n 117 dollar. Ik dacht dat het voorbeurs een klein beetje in de plus stond. Uh, waarschijnlijk kunnen we wel vast de order inleggen, dat wordt een marktorder ga ik dan doen voor twee stuks. En uh, het is net niet genoeg geld wat ik heb staan om drie aandelen te kopen. Dus ik ga mijn order alvast plaatsen. En die zal dan straks wel uh, gevuld worden. Zoals je ziet, 119 dollar tot misschien zelfs al 121. Dollar. Dus het is dus een beetje afwachten. Wat zometeen de beurs gaat doen als die geopend wordt. Dus ik zeg bevestig en in ieder geval die order is geplaatst. En kijken we nog heel even naar het overzicht waarbij we de vergelijking maken tussen wanneer ik 100% van de inleg, de 250 euro per maand, in VWCE had geïnvesteerd of juist nu dus de eigen aankopen die ik doe. Dan zitten we inmiddels in april. Vorige maand heb ik dit overzicht niet laten zien, maar uh, zo ziet het er dus uit. Dan zou ik met het vermogen met VWCE zou op dit moment 4.064 dollar zijn bij de huidige koers. Kijken we naar mijn eigen aankopen, de aandelen ja, Applied Materials van vandaag dus... Uh, 120 dollar, 119 dollar twee stuks is ongeveer 220 euro. Kijken we, dan heb ik bijna 2730 euro aan aandelen en 988 euro aan ETF's. Samen is dat 3800 euro op een paar cent na. En dat is dus minder dan de 4064 dollar die, euro die ik zou hebben zelfs in VWCE en kijken naar het verschil, nou vorige maand viel het nog wel mee, was het 1% lager dat ik had gescoord, nou af en toe is het wat minder in januari was het bijvoorbeeld nog 2% meer, maar juist op dit moment en de laatste maand zien we behoorlijk dus wat aandelen in het rood staan, verder zijn afgezakt, hoeft niet per se slecht te zijn op de korte termijn, ik laat ik hopen dat het op de lange termijn wel goed gaat maar we zien in ieder geval dat het verschil nu bijna 7% is, dus dat is wel ja, uh, jammer om te zien, zeker als je kijkt hoeveel tijd en energie je steekt in het onderzoeken van deze aandelen, het uitzoeken, het extra risico dat je neemt. Nou, het ziet wel, het is niet altijd zo dat het uitbetaalt. Soms, en zeker in dit geval dus in deze vergelijking, zien we gewoon dat VWCE, uh, investerende, in breed gespreide ETF, tot nu toe in ieder geval beter was geweest. En dat is dan ook de conclusie van deze video, eigenlijk waar ik ook al mee begon dat het portfolio er niet zo heel goed uitziet. En nu kunnen we het ook nog eens vergelijken met VWCE en zien we dat we op die manier bijna 7% meer rendement hadden gehad, of meer vermogen hadden gehad. Dus laten we hopen dat het op de lange termijn wel goed gaat met de aandelen. Al is het ook wel een beetje afwachten. Het sentiment is nu niet heel goed op de beurs. Je ziet dat er renteverhogingen aan zitten te komen, maar tegelijkertijd zijn het ook soms aandelen die nu hard zijn afgestraft en waar ik eigenlijk wel potentie in zie op de lange termijn. Maar nou ja, dat is dus nog gewoon eventjes afwachten. Maar laat ook vooral weten wat jij denkt van de besproken aandelen. Het aandeel van vandaag zelf. Applied Materials en de waardering. En doe dat via de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder de video om niets meer te missen. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.